kwam niet helemaal lekker weg, maar ja, hij herstelt zich daar bij het aansturen van de bocht. En het is, ja, het is Zak Wijkknecht die de leiding pakt, ex-Europees kampioen, en daar komt Hummel al aan. En Hummel kent in half gas, en dat is voor hem lastig, maar hij sluit niet zo lang. Dan zien we daar dat de rol-off los is bij Jacob Bugaven. En dat moet je op zo'n baan als deze niet hebben. Maar dan ga je nu in de spray in. En dan kun je geen schoon viziertje trekken. Dan wordt het heel gevaarlijk. Het is nou Pieter Meijer die denkt, ja, het is een Romano Hummel, Zak Wijkknecht, Yannick de Jong, Jacob Bugaven en Mika Meijer. En kijk eens naar Hummel, die heeft er 40 goed onder hoor. En dan komt de spray toch wel een klein beetje los. Maar dat is wel erg in het begin. Meijer. En we zitten alweer in die laatste ronde. Dus we gaan de punten zo noteren. 19.935 is de snelheid, is de tijd van. Yannick de Jong, Jacob Bugaven en Mika Meijer. Aan de binnenzijde, uiteraard Theo Pijper, een klein beetje als de stand van Vleer. Jake Wilford gaat mee en dan is het William Kruijt. Het is Kruijt die een plekje goed maakt. Fabian Wax in het laatste wiel. Het gaat echt verschrikkelijk hard hier. Eens kijken wat Pijper daar voor tijd neerzet in deze eerste ronde. We gaan zo even voor je nakijken. Theo Pijper, William Kruijt. Lijkt er toch op dat Kruijt zelfs een klein beetje dichterbij komt. Ja, hier rijdt de snelste de ronde op dit moment. 20.3, 3.3, 3.4. Terwijl Theo kijkt af en toe naar beneden. Het lijkt erop dat er niet 100% in orde is. Ik heb het idee dat hij vol gas rijdt. Kijk, hij kijkt achterop en dan kijkt hij in de ogen van William Kruijt. En denkt, ik wil vooruit. Theo Pijper. Natuurlijk aan de binnenzijde Jacob Bugaven samen met Romano Hummel. Bugaven gaat een beetje te hoog op en dan pakt hem onder door een Zak Wijkknecht gaat bovenlangs. Daar staat een schutting, hoop ik dat hij dat weet. En het is Wijkknecht die de aanval opent op Romano Hummel. En Bugaven die gaat het niet maar weten. En dit is de veld Fabian Wax. En dan komt de aanval bovenlangs over Zak Wijkknecht. En het is een klein beetje een James Shades, maar dan met een rustige stijl. Hij was Europees kampioen. Van Romano Hummel. Steekt die bocht een klein beetje, komt dan wat sneller het rechte stuk op. Maar het is Hummel die de lakens uitdeelt. Het is een ander. Fabian Wax. En die mag hem gerust aanmoedigen hoor, die Romano Hummel. Dan is hij misschien wel gewend, maar hij lijkt altijd voorop. Fabian Wax.
een goede start van hem. En dan is het Yannick de Jong die de leiding pakt. Mika Meijer gaat Theo helemaal bovenlangs. Moet je durven, want als de rest naar buiten gaat, dan nemen ze je mee. Het is Theo die buitenlangs gaat. Nu hebben we de zijde van Mika Meijer zit. Schouder aan schouder. William Kruijf, Jake Wilford. En het is de jongen hoor, die hier de lakens uitdeelt. Hij is een aantal jaren weg geweest. We kennen allemaal het verhaal. We gaan het boek helemaal dicht doen vandaag. Maar het is gewoon de kwaliteit die nu op de maat legt, dames en heren. Wat een respect hebben voor de man. Yannick de Jong uit Gorredijk pakt hier brutaal weg de leiding. En dan zien we dat Theo Pijper werkt daar. Die zoekt dan steeds die hoge lijn. Nee, het is Mika Meijer die hoge lijn zoekt. En dan is het Theo die een technisch probleem heeft. Boem, dan was hij ineens stil. En dan is het ook van Theo Pijper. Mee. Je zou kunnen zeggen van nou, ik heb ruimte genoeg, laat maar lopen die Yannick de Jong. Dat doet hij niet hoor. Hij houdt gewoon volle bak gas daar op de overzijde. Hij kan er niet zoveel meer mee winnen en verliezen. Maar hij duikt dan weer die laatste bocht in. William Kruijt en dan mis ik Jake Wilford. Die staat er op het middentrein. En dan zou Theo Pijper nog een puntje kunnen pakken. En een puntje is geld. De Theo die duwt hem naar voren, dus laten we even de schutting dicht, alles naar beneden. Laten we even wachten en laten we Theo even mooi binnenkomen. En het lijkt wel een brandstofprobleem, maar hij schudt een beetje de machine. Het heeft niks met seks te maken. Het is gewoon heel rustig dat Theo deze kant op komt. Ja, dat kan ik zeggen, denk ik. Het is gewoon Theo die voorzichtig probeert binnen te komen, dames en heren. Excuses. Hij komt langzaam op ons af en we geven hem voor een duidelijk applaus mee. Maar hij komt voor u uit Schotland, dames en heren. Ons eigen topper. Ja, ja, daar is hij dan. Theo Pijper! Zo pak je wel een puntje. Goeie start van Theo Pijper en ook van Romano Hummel. En Theo kijkt naar links, die gaat van het gas af. Dat zijn we niet gewend. Die kijkt naar links en die ziet William Kruijt. Die denkt, nou laat ze maar even vliegen die mannen. En dan komt hij dan hoor, Theo Pijper langs de bovenkant bij Paul Cooper. Geld zou niet durven, maar goed, gaat niet erbij. William Kruijt, Theo Pijper, Paul Cooper, Fabian Wachs. And look at me, look at us with Romano Hummel in his own special style. His leg is going to the back and it's really, really great. Up, there he is again. En Hummel is toch echt een klas apart, dames en heren. Dan moet hij straks naar die Europese titel lopen. Heeft hij dat nooit gehaald, hè? Romano. William Kruijt. Theo Pijper. Koepelman gaat naar ruim. Ruim, maar Fabian Wachs. En dan zien we dat Romano op de overzijde is. Thank you.
Zandvoort, Yannick Lyon, Jacob Buckhaven en ongelukkige vallende topper uit Winschoten, Mika Meijer. Met het beste start van allemaal, maar is het Zak Wijknecht aan de binnenkant en Buckhaven stuurt hem een klein beetje omhoog. Ja, dat ben je gezien hoor. Het is Wijknecht die er van tussen is, Pijper in derde positie en daarachter is het dan William Kruijs. Nou, we gaan eens kijken. Gaat Pijper helemaal dwars die bocht in. En dan zie je dat het water toch iets sufficient effect heeft. En dan zien we nog steeds dat Pijper daar in derde positie zit. En lijkt hem dan ook zich naar maat. Het spreekt mij taal. WK heeft alle fijne en grote. Die zit ook in die WK. En die zit ook in die EK-finale. Dus dat wordt spannend straks in Engeland. En in Roden en in Vechta en in Moritz. Aan de leiding nog steeds. Zak, Wijknecht. En je ziet dan ook dat Buckhaven ietsje dichterbij komt. Maar Wijknecht heeft hem gewoon goed vast. Het is een van de eerste keren dat ik hem hier in een keer zie. Het zal hier ongetwijfeld vaker zijn geweest. Maar Wijknecht heeft hem van de Nederlandse. Zak, Wijknecht. Jacob, Max. We zijn onderweg vanaf de buitenkant. Langs de schutting is het Romano Hummel. En dan komt hij tegen Yannick de Jong. En hij gooit een beetje aan de achter. En dan komt hij bovenlangs. En dan moet hij naar het achterwiel van Yannick de Jong. En hij houdt hem gewoon vast, hè? Oh, armen gestrekt, kom naar achteren. Kijk eens hoe hard hij gaat. Wow, dat is spectaculair. Prachtig. Hij heeft een doodsverachting die bocht weer bocht in, zeg ik wel eens, maar hij heeft hem goed vast, want hij weet wat hij doet. Beetje naar voren en deze laat hij even zien hoe hard hij kan. Hij geeft even zijn visitekaartje af aan de rest of the world. Dames en heren. Just follow me guys. Romano Hummel, Yannick de Jong. Ze gaan steeds hoger oprijden en het spul is daar nog een beetje los. Het is snel gaaf hoor. 114.2 km. Romano Hummel. En als je de stad en daar is het Cooper. We gaan straks alweer naar het zwart-wit geblok. Het is bijna niet te geloven. Ja, en die Engelsen zeggen, wat doet hij dan fantastisch. Maar het is wel, ja, er is veel ruimte. Heeft hij een lekker pad of zo? Lijkt een beetje dat het achterwiel. We zijn onderweg en de Cooperman heeft eindelijk eens een keer een goede start. En ik pak hem naar voren. Zou hij dat vast kunnen houden? Paul Cooper. Het is aan de binnenzijde Jacob Buckhaven. Dan is het Mika Meijer met in het achterwiel Paul Cooper. En de Cooperman kruipt er tussendoor. Maar dan komt hij Mika Meijer tegen. Meijer heeft deze kast aan het doen. Buckhaven, Meijer, Cooper, Kruijs, Nulvoort en Wax. Het is toch een maatje te groot voor hem. En kijk eens naar die jongen William Kruijs hoor. Die zit daar prachtig aan het achterwiel van Paul Cooper. Jake Nulvoort gaat bovenlangs. En dan komen die mannen met z'n drieën bij elkaar daar. Dat is een kleine William Kruijs. En als hij staat. Onze vriend Paul Cooper. Mulford die gaat dan helemaal door de nullen. En die gaat dan op het achterwiel van Mika Meijer zitten. Die gaat straks een hele slag. Maar dan aan het achterwiel van Meijer. En ook Kruijs gaat zich daarna in die laatste ronde mee bemoeien. Dan gaat Mulford dan langs die F-fans. Wow, die komt er dichtbij hoor. Mulford in derde positie. Dan gaat hij naar dit rechte stuk toe rijden.
Jacob Buukhaven. En ook de 16, goed gedaan, Mika Meijer. Daar komt hij tegen Yannick de Jong bij het uitkomen van de bocht. Het is de Jong die de leiding pakt. Yannick de Jong, dames en heren, hier op de Droombaan. Daar komt aan Hummel. Tussen Theo Pijper en Mika Meijer. Meijer aan de bovenzijde, Pijper aan de onderzijde. Die houden beide het gas erop. En natuurlijk Jacob Buukhaven. En dan moet Hummel hem daar vasthouden. Geniet u mee, het voetje gaat naar voren. Het voetje gaat naar voren bij het uitkomen van de bocht. Prachtig. Yannick de Jong, Jacob Buukhaven, vierde positie. Nou, kijk je nog even mee. En die Hummel geeft het gas aan het gas nooit weer dicht doen. Generale repetitie voor volgende week in Moni 6. Maar dan moet hij daar in het hoofd van het deel de aanval doen op Tristan Jeugd. Janik Jong, Jack Wijkrecht, Jacob Buukhaven, Mika Meijer, Theo Pijper. Prachtig, wat een stilist, wat een oude schilder, wat een lesgozer. Romano Hummel. Felicitaties van de jongen op de overzijde. En ook Wijkrecht gaat zich daarmee bemoeien. Die geeft de felicitaties. Alles goed erover. Ja. Ook als je fit bent, geeft hij zijn keihard applaus op. Hummel, Wijkrecht, de jongen, Buukhaven. Prachtig.